Oh, hallo! Ho, ho, ho. Over een verrassing! Ja, natuurlijk opent Matthijs altijd de Henkie Show met Henkie, maar vandaag mag ik, want we zijn op een hele andere plek. Ho, we zijn in Engeland! Yes, hello, how are you? Wat zeg je, Walter? Oh, ik sprak even Engels. Ik zeg hallo, hoe gaat het met je? Hello, how are you? Hallo, how are you? Is dat Engels? Oh, dat is Engels. Ga toch niet vertellen over de reis? Oh, we hebben echt een reis gehad gisteren. Het was een hele grote storm. En Truus was zeeziek. Oh, wat? Ik was zo zeeziek. Ik moest echt overgeven. Oh, je moest echt overgeven, hè? Oh, maar ik niet. Ik vind het wel leuk zo op en neer. En nu zijn we in Engeland in het huis van Matthijs' schoonouders. Oh, gezellig. En hoe lang blijf je hier? Oh, een paar weken. Maar eerst moeten we 5 dagen in quarantaine. Wat is dat ook weer, Walter? Oh, we mogen 5 dagen niet uit het huis en niet uit de tuin en daarna weer wel. Oh ja, als we weer negatief zijn, toch? Ik vind dat zo negatief, dat negatief. Nee, negatief is juist goed. Als we negatief zijn, mogen we weer uit huis en dan gaan we lekker op reis door Engeland. Waar gaan we naartoe dan? Oh, we gaan naar Londen en we gaan naar Schotland en we gaan leuke dingen doen en vandaag gaan we een verhaal horen. Een verhaal? Wat voor verhaal? Over Petrus en Cornelius. Wie is dat? Oh, dat is een Romein. Daar gaan we over horen en daar gaat Matthijs over vertellen. Ja, nou, en ik ga straks natuurlijk een mopje vertellen. Doei! Vorige week hoorden we het verhaal van Petrus, die in Lydda Aeneas genas, die al 8 jaar bed lag en die in Joppe Tabitha uit de dood liet opstaan. Petrus bleef nog een tijdje in Joppe. Hij logeerde bij Simon, die leer van dierenhuiden maakt. Joppe ligt aan de kust, vlakbij het strand van de Middellandse Zee, een soort badplaats. Maar het is niet de enige badplaats in Israël. Als je zo 60 kilometer omhoog naar het noorden gaat, dan kom je in Caesarea. En hier woont een Romeinse officier die Cornelius heet. Cornelius is een officier van het Italiaanse leger. De Romeinen zijn de baas in Israël. Hij is dus geen Jood, maar een heiden, een vreemdeling. Maar er is iets speciaals aan Cornelius. Hoewel hij een Italiaan is, een Romein en geen Jood, houdt hij wel van de Heere God. En samen met iedereen in zijn huis eert hij God. Cornelius probeert te leven zoals God dat wil. Hij geeft veel geld aan arme Joden, hij bidt heel vaak. En als Cornelius om 3 uur 's middags aan het bidden is, krijgt hij een droom. Hij ziet een engel van God de kamer binnenkomen waar hij aan het bidden is. En Cornelius schrikt als hij ineens zijn naam hoort. Cornelius, wat is er, Heer? God heeft gehoord dat jij elke dag bidt. En hij heeft gezien dat je veel geld geeft aan arme Joden. Hij is blij met wat je doet. Nu moet je een paar van je mannen naar de stad Joppe sturen. Je moet Simon Petrus halen. Hij logeert bij een man die Simon heet. Simon die leer maakt van dierenhuiden en in een huis bij de zee woont. En als de engel klaar is met spreken, verdwijnt hij plotseling. Cornelius hoeft niet in zijn arm te knijpen. Dit heeft hij niet gedroomd. Snel roept hij 2 van zijn dienaren bij zich. Ook 1 van zijn soldaten die God vereert. Jullie moeten naar Joppe gaan om een man genaamd Simon Petrus van mij te halen. Wil je hem vragen of hij hierheen wil komen? Hij logeert in een huis aan de zee bij Simon, de leerlooier. Het is 12 uur lopen van Caesarea naar Joppe. Dus pas de volgende dag komen de mannen van Cornelius aan. Ze hebben de hele nacht doorgewandeld en zijn er pas 12 uur 's middags. Dat is lang. Op datzelfde moment gaat Petrus naar het platte dak van het huis. Wat een prachtig uitzicht heeft hij hier op het strand en op de zee. Hij gaat de tijd nemen om te bidden, om met God te praten. Eigenlijk heeft hij honger, maar hij moet nog even wachten. Het eten wordt voor hem klaargemaakt. In gebed, terwijl hij wacht op zijn maaltijd, krijgt Petrus op het dak een droom. En in zijn droom ziet hij hoe de hemel opengaat en een groot laken naar beneden komt. En aan 4 punten wordt het vastgehouden. Wat een aparte droom. Maar het wordt nog vreemder, want in het laken zitten alle soorten dieren die op aarde voorkomen. Grote dieren, kleine dieren, allerlei vogels. En dan hoort Petrus een stem. Sta op, Petrus. Slacht deze dieren. Eet ze op. Nee, Heer, dat doe ik niet. Want er zijn onreine dieren bij. Ik heb nog nooit iets gegeten dat volgens de wet onrein is. Petrus kan zijn oren niet geloven. God kan toch niet van hem vragen om deze onreine dieren te eten? Hij is een gelovige Jood die zich houdt aan de voedselwet in de Bijbel. Sommige dieren mag je wel eten, maar andere zijn absoluut verboden. En nu wil God dat hij ook onreine dieren gaat eten? Dat kan echt niet, Heer. Petrus, wat God rein noemt, mag jij niet onrein vinden. En dit gebeurt 3 keer. 3 keer komt het laken met de dier omlaag. 3 keer is daar de stem. 3 keer zegt Petrus nee. En 3 keer zegt de stem, wat God rein noemt, mag jij niet onrein noemen. Wat is hier aan de hand? Petrus volledig in de war. Hoe kan God dit van hem vragen? En op dat moment wordt op de deur van het huis geklopt. Het zijn de 3 mannen van Cornelius. Overal hebben ze gevraagd naar het huis van Simon de leerlooier. En uiteindelijk gevonden. Hallo? We hebben een beetje een vreemde vraag. Logeert Simon Petrus hier?
Petrus zit op het dak nog steeds na te denken over zijn droom. Wat zal het betekenen? En dan spreekt de Heilige Geest tot hem. Beneden staan drie mannen die jou zoeken. Sta op en ga naar hen toe. Je moet met ze meegaan, want ik heb ze gestuurd. Petrus loopt vlug naar beneden. Goeiedag, ik ben de man die jullie zoeken. Wat kan ik voor jullie betekenen? Wij komen namens een Romeinse officier genaamd Cornelius. Hij is iemand die God vereert en leeft als God dat wil. Een engel van God heeft tegen hem gezegd dat hij u moest laten halen. En dat hij moet luisteren wat u tegen hem gaat vertellen. Wat een dag. Eerst drie keer die vreemde droom. Nu drie heidenen die hem als gelovige Jood uitnodigen om naar Romeinse centurion te komen. Het is dat de Heilige Geest zo duidelijk tegen hem heeft gesproken. Want anders, wat is dit vreemd? De volgende dag gaat Petrus op reis. Het is een eind lopen. 60 kilometer. En pas een dag later komen ze in Caesarea aan. Cornelius wacht hen al op. Heel zijn familie en de beste vrienden heeft hij uitgenodigd. Het hele huis is vol. Eerbiedig valt hij voor Petrus neer, maar Petrus trekt hem gelijk overeind. Sta op, ik ben maar een gewoon mens. En samen wandelen ze pratend het huis in. En als Petrus alle mensen ziet, vertelt hij hen dat hij als Jood eigenlijk niet bij hen in huis mag komen. Ik mag niet met heidenen omgaan, maar God heeft mij een paar dagen geleden in een droom iets geleerd. Ik mag over niemand zeggen dat hij onrein is, ook dat hij niet bij God mag horen. Daarom ben ik op jullie uitnodiging ingegaan. Maar waarom ben ik jullie gevraagd? En Cornelius vertelt me snel over zijn droom, de engel, en dat hij Petrus moest laten halen. Petrus begrijpt het ineens. Nu weet hij wat de droom echt betekent. Gods redding is niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Tot nu toe waren alleen maar Joden die christenen waren geworden. Het was ondenkbaar dat een heiden ook christen kon zijn. Maar Petrus begrijpt het nu. God vindt alle mensen even belangrijk. Hij houdt van iedereen die eerbied voor hem heeft en volgens zijn wil leeft. Het maakt God niet uit tot welk volk je hoort. Dit is groot nieuws. Dit is heel goed nieuws, maar ook helemaal nieuw voor Petrus en zijn vrienden. Wauw, is Gods liefde en redding echt zo groot? Petrus vertelt de mensen in het huis alles over Jezus. Over zijn wonderen, zijn woorden, hoe hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Hoe God hem tot rechter over alle mensen heeft gemaakt en dat je zonden worden vergeven als je in hem gelooft. En terwijl Petrus nog aan het praten is, komt de Heilige Geest in alle mensen die naar hem luisteren. Ze gaan ineens in allerlei verschillende talen spreken, net zoals op de Pinksterdag. De Joodse gelovigen die met Petrus mee waren, kunnen hun ogen en oren niet geloven. Mensen van andere volken, mensen die geen Joden zijn, kunnen toch niet de Heilige Geest krijgen? Hoe kan dat nou? Wow, wat gebeurt hier? Petrus roept het uit. Als deze mensen, net zoals wij, de Heilige Geest hebben gekregen, betekent dat zij ook gedoopt mogen worden. En die dag worden Cornelius en alle anderen die bij hem horen gedoopt in de naam van Jezus Christus. Zoveel nieuwe gelovigen die nog niks van het geloof of Jezus weten. Wilt u alsjeblieft een paar dagen langer blijven om ons zoveel mogelijk over Jezus te vertellen? Natuurlijk doet Petrus dat. Wat is hij blij dat hij dit heeft mogen meemaken. Zo blij. Maar niet iedereen is blij. De gelovigen in Jeruzalem vinden het maar niks. Niet Joden die ook christen zijn geworden. Wat heeft Petrus op zijn hals gehaald? Dit gaat nog een staartje krijgen. Maar dat horen we volgende week. Hey Henk, wat is het leuk hier, hè? Het is echt leuk hier in Engeland. Wauw, en dat verhaal van Cornelius? Ja, zo'n Romein. Een Romein die gaat geloven in de Heer Jezus. Hij wordt een christen. Nou, toen heet ze nog geen christenen. Nee, hoe dan? Dan werden de mensen van de weg genoemd of volgelingen van Jezus. Oh ja, gelovigen. Gelovigen. En is een van de eerste niet-Joden die gelovig wordt. Echt ongelooflijk? Ongelooflijk. Hey, haha, een gelovige die als ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Hey, en quarantaine is niet erg, toch? Quarantaine is helemaal niet erg. Nee, we zijn hier gewoon 5 dagen in het huis. Dat is heel gezellig. We spelen allemaal spelletjes met Walter en Truus en Teun. En Ratje, die stilt vals. Nee hoor, dat valt wel mee. En vanavond eten we wat lekkers. Wat dan? Vis en chips. Wat is dat? Patat met gebakken vis. Lekker, net azijn, dat doen ze toch? Hier in Engeland doen ze heel veel azijn op hun eten. Ja, op de chips ook. Op de chips ook. En volgende week, als we uit quarantaine zijn, gaan we naar het Winnie de Poelbos. Het Dunderbos. Het Bunderbos. Dat is toch niet echt? Nou, het bos bestaat wel, maar het verhaal natuurlijk niet. Maar daar gaan we volgende week meer over vertellen. Leuk! Dit is zo'n belangrijk verhaal in de Bijbel. Zo'n belangrijk verhaal in Handelingen. Want tot dit verhaal waren er alleen maar Joden die in de Heer Jezus geloofden. De Joden wisten, wij zijn het uitverkoren volk. Abraham is door God gekozen, heeft een verbond gemaakt, een afspraak met de Heere God. Dat hij de Heere God zou dienen en dat zijn nakomelingen zouden horen tot het volk van de Heere God. De Joden hoorden tot het volk van de Heere God. En natuurlijk was de Heere Jezus ook een Jood. En alle mensen die hem geloofden waren allemaal Joden. Want eigenlijk was de redding van de Heere God alleen maar voor de Joden, dat dachten ze.
Ze waren vergeten wat de Heer Jezus had gezegd. Dat ze de hele wereld in moesten gaan en iedereen moesten vertellen over het goede nieuws. En nu is hier een Romein. Iemand die de baas wil spelen in Israël. Iemand die een heiden is. En dan mag deze heiden, mag christen worden. Mag Jezus gaan volgen. Wij zijn eigenlijk ook allemaal heidenen. Als Nederlanders, als Vlamingen, als mensen van de hele wereld die geen Joden zijn, zijn we ook heidenen. Maar weet je wat zo mooi is? Dat ook wij erbij mogen horen. Cornelius is de eerste heiden die erbij mag horen. Wij mogen ook bij horen. Ook wij horen bij dat volk van God. Ook wij horen bij die redding. De Heer Jezus is ook voor ons gekomen. Het is voor iedereen. Het begint met de Joden, maar het is voor iedereen, ook voor ons. Zij zijn de eerste en wij mogen erbij horen. Wij mogen bijhoren bij die geweldige grote familie van de Heere God. Wat een verhaal. De gelovigen in Jeruzalem die hebben hier nog moeite mee. Daar gaan we volgende week naar kijken. Die vinden het maar lastig. Maar het goede nieuws is gebeurd. De eerste heiden is erbij gekomen. En daardoor mogen wij er ook bij horen. Matthijs! Hey Teun. Ik had ook gedroomd. Gedroomd? Zoals Cornelius en Petrus. Wat een dromen. Waar heb je van gedroomd? Van huis, van thuis, van Nederland. Nederland, oh Nederland. Teun, hoe voel je je? Ik vind Engeland wel leuk. Ja? Ik heb een beetje heimwee. Heimwee? Ik heb heimwee. Oh, hey, maar weet je wat ik mee heb genomen? Hey, kijk. Je bent schaapje vergeten. Oh, die had ik vergeten. Die heb je natuurlijk niet mee, die ben je vergeten. Ja. Hier. Oh, dat is wel gezellig. Oh, Ninda, heimwee. Dat is leuk. En heb je iets wat van huis is? Dat voelt veilig. Dat voelt veilig. Hey, en wij gaan lekker een spelletje spelen zo. Oh, leuk. Met iedereen? Met iedereen. Oh, in de tuin? Ja, want we mogen natuurlijk wel lekker in de tuin. En dan gaan we zo ook een verhaal horen van Jackie Poelinger. Oh ja, de zendelingen toch? Ja. Oh, dankjewel. Ja. Naar het Ninderheimwee. Gelukkig. Vorige keer hoorden we hoe Jackie Poelinger op wereldreis ging. Per boot in elke haven vroeg ze aan de Heere God, is dit de plaats waar u wilt dat ik als zendeling ga werken? Pas in Hongkong voelde zij dat dit de stad was waar ze moest zijn. Maar nu kwam ze niet door de douane. 6 pond in geld, geen huis, geen werk, geen vrienden, geen ticket om terug naar Engeland te gaan. Ze kwam niet naar binnen. Opeens bedacht ze dat ze de peetzoon van haar moeder, een politieman in Hongkong, was. Wacht, riep ze, ik ken iemand in Hongkong. Het is een politieman. De douanebeambte schrok. Politiemannen in Hongkong waren niet alleen gerespecteerd, maar ook een beetje gevreesd. Ze konden zomaar iemand opsluiten als ze dat wilden. De douanebeambte liet haar snel door. Zo kwam Jackie Poelinger in 1966, zo'n 55 jaar geleden, in Hongkong aan. En al snel ontmoette ze een christelijke mevrouw. Mevrouw Donnie Thorne, die leiding gaf aan de basisschool. Maar Jackie had toen nog geen idee waar deze school was. Het was in de ommuurde stad binnen Hongkong. Een gevaarlijke plek. De eerste keer dat Jackie daar naartoe ging, wist ze niet wat ze kon verwachten. Eerst liepen ze door een nette wijk en toen ze door een hoek omgingen en door een soort poort gingen, was alles in één keer helemaal anders. De muren waren heel hoog, de gebouwen bovenop elkaar gebouwd met hele dunne, donkere steegjes. Iedereen had zonder toestemming bovenop elkaar gebouwd. Veel huizen stonden scheef en leken elk moment om te kunnen vallen. Overal hingen elektriciteitskabels, heel gevaarlijk. 32.000 mensen woonden daar met 2 gaten in de grond die als toilet werden gebruikt. Geen afgoten, geen riolering. Iedereen gooide zo afvalwater, soms de potten met poep en plas uit het raam de steegjes in. En toen Jackie daar de eerste keer de donker van de steegjes liep, voelde ze allemaal vieze dingen onder haar voet. Wat lag allemaal op de grond en de stank. Ze durfde niet naar beneden te kijken, bang dat ze zou moeten overgeven. Ze zag allemaal mensen die aan de drugs verslaafd waren op de grond liggen. Anderen waren dronken, kleine kinderen die heel vies waren en niemand die voor hen zorgde. Uiteindelijk kwamen ze aan bij de school die in het midden van de ommuurde stad lag. Hier zal zij gaan lesgeven aan de kinderen uit de ommuurde stad. Kinderen die helemaal niks hadden. Je zou denken dat Jackie misschien wel verdrietig was toen zij al die ellende zag. Oh, was ik maar in Engeland gebleven? Maar nee hoor, ze was juist blij. Hier had ze jaren voor gebeden op gewacht. Ze wist dat de Heere God haar hier wilde hebben. Dit was haar avontuur en ze voelde zich een soort van avonturier. En de volgende keer zal ik vertellen wat voor avonturen Jackie als zendeling allemaal aan de ommuurde stad in Hongkong beleefde. Avonturen. Leven met God als christen hoeft helemaal niet iets saai te zijn of iets dat je helemaal niks mag, maar juist andersom. Ook nu is God nog steeds op zoek naar mensen die een avonturier voor hem willen zijn. Lijkt jou dat wat? Talk!
wat is die Jackie een dappere vrouw. Ze gaat naar de ommuurde stad in Hongkong. Zo, ik vind haar echt stoer. Wat is ze dapper als zendelingen. Ik vond onze reis op de boot al dapper met de storm. Maar zij is echt dapper. Talk. Hey Ronald, hoe vind je het hier? Oh wauw, weet je wat een verrassing? Een verrassing op de eerste dag. Wat gebeurde er op de eerste dag? Kreeg ik worteltjestaart van de Lindsay's moeder. Ja, die had worteltjestaart gemaakt speciaal voor mij. Ja, die is echt heel lief is ze. Ja, een hele grote worteltjestaart. En heb je hem gelijk opgegeten? Nee, gedeeld natuurlijk. Truus vond het ook lekker. Ja, en Ratje niet. Nee, Ratje heeft natuurlijk elke dag kaas. Die krijgt elke dag andere kaas. Dat is ook lekker. Wordt goed voor ons gezorgd hier, hè? Ja, zo gaan we gezellig door de quarantaine. Ja, leuke stelletjes doen. Ja, en dan volgende week gaan we dus naar het Winnie de Poebos. Weet je wie ik leuk vind? Nou, Ior. Ior? Ior. Ja, die is al zo blij. Nee, Ior is niet blij. Ior die is juist een beetje chagrijnig. Oh ja, Tijgertje dan. Tijgertje doet... Oh ja, Tijgertje. Nou, volgende week, hè? Ja. Oh. Wat een verhaal zeg, over die Romein, dat het evangelie voor iedereen is. Niet alleen voor de Joden, maar voor iedereen. En wij zijn hier in Engeland. Ja, dat weet ik. Gaan we straks iets lekkers eten? Oh, ik denk vis en chips. Met salt en vinegar. Ja, met zout en azijn. Salt en vinegar, dat doen de Engelsen op hun patat. Oh, ja, vis en chips, patat met vis. En dat doen ze azijn en zout overheen. Oh, Truus. Ja, oh, we worden binnenkort ook uitgenodigd voor een feestje. Een feestje? Oh ja, en die meneer heeft 3 zwembaden. Dat is een Engelse meneer met 3 zwembaden. Wat heb je nou, 3 zwembaden? Oh, eentje, die is helemaal vol met warm water. En waar is die voor dan? Oh, voor de mensen die het fijn vinden om lekker in warm water te zwemmen. En de tweede is helemaal vol met ijskoud water. Oh, dat is zeker voor de mensen die het fijn vinden om in ijskoud water te zwemmen. Oh, dat klopt, Ruus. En de derde, die is leeg. Een leeg zwembad? Waarom een leeg zwembad, Walter? Oh, dat is voor degenen die niet kunnen zwemmen. Ho, 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 ho. Oh, dat is natuurlijk een mopje. Oh, leuk. Oh, ho, 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 ho. Engeland is geweldig. Oh, ik vind die quarantaine helemaal niet erg. Weet je wat die lieve schoonmoeder van Matthijs heeft gedaan? Die heeft elke dag andere kaas van mij gekocht. Ja, oude kaas, schapenkaas, geitenkaas, cheddarkaas, alle soorten kaas. Elke dag andere kaas voor Ratje. Oh, Engeland is de hemel. Dit is echt geweldig. Ik wil hier altijd blijven, ja. Oh, ik heb geen heimwee. Nee hoor, Engeland, ik vind je geweldig. Wauw.